artiest geen aankondiging. Hij zegt dat ook stevast tegen mij in de kleedkamer. Sil, zegt hij, zeg maar gewoon. En die Tielman. Nou, zo'n makkelijke presentatie heb ik natuurlijk nooit gehad. Maar ik kan het eenvoudigweg niet laten, dames en heren, u te vertellen wat een grote artiest Andy Tielman is. Van kleins af aan altijd al op het podium gestaan. Kind uit een zeer muzikale familie. Met een zeer muzikale vader. Die hem eigenlijk de muziek, maar ook de hele showbusiness en de hele entertainment scene leerde. Een grote artiest, dames en heren, die samen met zijn broers en met zijn zus de Tielman Brothers vormden. Een formatie die door de jaren heen door geen enkele band geëvenaard is. Want zij speelden alleen niet alleen ontzettend fantastisch. Ze zagen er niet alleen fantastisch uit in perfecte kleding, met een perfecte show. Maar hun muziek was innovatief, vernieuwend van aard. En met name dat is het wat geen enkele andere formatie heeft geëvenaard. Want daarna is de muziek alleen maar geïmiteerd. Weliswaar geweldig, maar nooit zoals de Tielman Brothers het brachten. Dames en heren, nog steeds staat hij hier op het podium. U ziet het, hij trekt nog steeds volle zalen. En vandaag gaat u het beleven, dames en heren, want hij wordt begeleid door niemand minder
hartstikke goed voor me. Bedankt. Voor ons is het ook een eer, hè, voor jou te spelen, denk ik. Ben je nog niet, jongens? Ja, toch? Gaan we gitaarboemjes spelen? Happiest time on Blue Bayou.
Peter Meijers.